Wij van Montignon hebben een fles van onze Chardonnay laten bezorgen bij restaurant Le Garage. Omdat ze de Franse keuken hoog in het vaandel hebben staan. Daar hebben we chef-kok Philip heel zachtjes gevraagd om er harders met octopus en een saus van gezouten citroenen bij te maken. Waarom? Omdat het fijn frisse, licht romige en gulle van dit Zuid-Franse wit er zo mooi bij combineert. En het leuke is dat je dit gerecht ook thuis kunt maken. Blijf opletten, maar voor de zekerheid hebben we het recept ook nog even aan Philip gevraagd. Philip bakt de vis nadat hij goed ingewreven is met zout. Hij heeft een saus gemaakt van het vocht waar de octopus in gemarineerd is. En daar heeft hij room bij gedaan en de schil van een gezouten citroen. De saus is gereduceerd en afgemaakt met peper, zout en vers citroensap. Ook heeft Philip een risotto gemaakt van zwarte rijst die hij afmaakt met parmezaanse kaas, crème fraîche, zout en peper. Vergeet niet om de vis om te draaien. De verse kruiden haalt hij uit de kruidentuin achter het restaurant. Dan het bord opmaken. Doe een mooie schep rijst in het bord. De aangemaakte lamsoor en zeekraal erop. Dan voeg je het gebakken visje toe. Een paar takjes watercress. De geroosterde octopus doe je op de vis. En dan maak je hem af met de schuimsaus van gezouten citroenen in het bord en wat korrels gepofte rijst erop. En dan nu kijken hoe goed de Chardonnay bij dit gerecht past. Bon appétit, eet smakelijk.